hebben deze bijeenkomst over mobiliteit georganiseerd omdat ik van mening ben dat er wel heel veel behoefte aan is, maar dat we nog heel erg intern naar de oplossing keken en dat de samenwerking gezocht moet worden om ook daadwerkelijk arbeidsmarktmobiliteit mogelijk te maken. Het doel was ook eens een keer snuffelen. We hebben heel vaak contact met andere gemeenten en dan verval je in clichés van ja, we willen graag een vacaturebank die gemeenteoverstijgend is. Het doel was hier ook echt andere partijen aan tafel te krijgen. Nationale Nederlanden was er, de Kamer van Koophandel was er, PostNL was vertegenwoordigd. En je ziet dat dat hele verfrissende ideeën oplevert. De Alliantiefabriek is een werkwijze die erop gericht is om van praten tot doen te komen. En dat doen we door vraag en aanbod van partijen samen te brengen. We hebben op 3 thema's die allemaal linken aan dat mobiliteitsthema. Het gaat over bewustwording, cultuurverandering, dat gaat over hele concrete mobiliteitsconstructies, maar dat gaat ook over inzetbaarheid. Op die thema's hebben we vraag en aanbod van de deelnemers bij elkaar gebracht en hebben we gekeken wat kunnen die partijen nou voor elkaar betekenen. En dan het liefst niet over 20 jaar, maar heel concreet met dingen waar ze in feite morgen al mee aan de slag kunnen. Augustus zullen we natuurlijk zien of de allianties ook gaan werken en of men inderdaad tot concrete afspraken gaat komen. En ik verwacht niet dat het dan zo heel lang zou duren, want dat zou ook wel jammer zijn, want die tijd die hebben we ook niet meer. We moeten ook wel heel snel gaan handelen. Dus het positieve erin is dat je ook in gemeenteland kunt kijken, want ja, er waren heel veel gemeentes vertegenwoordigd hier vanmiddag. Het voordeel is natuurlijk uiteindelijk dat je je netwerk uitbreidt en uiteindelijk ook komt tot allianties. Ik vind het een hele goede eerste stap. Ik heb veel enthousiasme geproefd ook bij de deelnemers. En het is altijd voor verbetering vatbaar. En in die zin sta ik ook open voor alle suggesties. Maar over het algemeen positief.